In Nederland zijn circa 8 miljoen mensen met een chronische aandoening. Dat is bijna de helft van alle Nederlanders. De kans dat je hier als werkgever, leidinggevende of HR-professional mee te maken krijgt, is dan ook groot. Gemiddeld genomen heeft 1 op de 3 medewerkers een chronische aandoening. Doordat we met z'n allen langer moeten doorwerken en omdat het aantal mensen met een chronische aandoening toeneemt, neemt ook het aantal werknemers met een chronische aandoening toe. In deze modules gaan we specifiek aan de slag met weten wat je als werkgever moet doen wanneer een werknemer een chronische aandoening heeft, handvatten krijgen om werknemers met een chronische aandoening zoveel mogelijk aan het werk te houden en inzicht krijgen in hoe je zogenaamd chronisch vriendelijk beleid kunt vormgeven.